Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. We staan op dit moment op de Polenmarkt en ik wilde aan jullie laten zien hoe het in 2024 gesteld is op de Polenmarkt. Kan je zwaar vuurwerk kopen? Is het misschien wel weer helemaal terug de hype dat je weer aan zieker vuurwerk kan komen dan wat we hier aanvankelijk zagen? Dus bijvoorbeeld de normalere knallers. Gaan we zo meteen achterkomen. Het is op dit moment september. Deze video is ook een paar dagen geleden voordat jullie zien opgenomen. Dus het is zeer actueel. Het enige wat wel vervelend is dat het super warm is, hè? Het is behoorlijk warm, 34 graden vandaag. 34 graden, jongens. Jullie horen het goed. Het lijkt net Spanje. En geen Polen. En volgens mij hebben we dat nog nooit meegemaakt. En de bomen achter jou zijn kaal? Ja, dat is wel gek, hè? Het lijkt net de winter dan. Was het maar winter, want dan was het vuurwerkseizoen al wat verder. Maar goed, doe alvast een like omhoog, jongens. Want nogmaals, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar de video van vorige week. Want dat was weer de eerste video in lange tijd. En we hebben dat echt nodig voor het algoritme. We gaan nu even de markt op, de eerste winkels shoppen. En ik wil trouwens wel even nog een disclaimer geven erbij. Ga zelf nooit naar Polen. En daarnaast, wij gaan nu echt even de winkels op zoek. Naar de winkels op zoek waar we mogen filmen, waar we welkom zijn. We hebben geen zin meer in gezeik en discussies. Dus we gaan enkel de winkels in. Vragen mogen we filmen. En daarna zien jullie pas de beelden. Kleine update. Bijna alle winkels zijn dicht vanwege de warmte. Hoe bizar is dat? Dat om te bedenken dat ik een paar jaar geleden hier was. Hey, weet je nog toen we hier een paar jaar geleden waren? Met die kou, min 30 of zo. Nee, min 10. Nee, het was inderdaad min 10. En dat we bedenken dat we hier nu rondlopen. En dat alles gesloten is vanwege de hitte. Cobra's. Je hoorde mij net al zeggen, cobra's? Jazeker. Het is even weg geweest, kennelijk. Maar er staat een hele vitrine met de meest oude producten die we zagen daar. Uit het jaar 2018 onder andere. Dus dat zijn gewoon nog de oude badge. Maar ja, het is alleen helaas jammer dat je ook problemen hebt als je dat hier zou kopen. Dus vandaar dat je dat ook niet kan doen, beste. Ja, en ik laat nu even een foto in beeld zien van de vitrine. Want daar zie je gewoon alles liggen. Zink 901, Zink 902, Cobra 6... Atomic zag ik liggen. Gewoon al die ouderwetse zieke knallers waar we voor kwamen hier vroeger. Kijk, tuurlijk mis je natuurlijk ook die Crazy Frog en dat soort dingen. Ze staan echt letterlijk op je lip om te kijken of je niet aan het filmen bent of wat je aan het doen bent. Dus ik kon helaas niet filmen, dat wil ik ook respecteren. Maar er is hier genoeg te vinden nog op de markt. Ook qua cobra's en dat soort dingen. En ik kan het dus in deze video laten zien dat dat zo is. Waarom, weet ik niet, want het ligt er open en bloot. Ik vraag ook, is het legaal hier? Ja, het is legaal. Slaat natuurlijk nergens op, want als je politie treft bij de grens, dan denk ik dat je voorlopig niet vrijkomt. Dan maak je de kerst niet mee, denk ik. We gaan nu even naar deze winkel. Die zit hier zo, waren we vorig jaar ook. En daar zijn wij eigenlijk uitgenodigd om even er langs te komen kijken. Kijk, en dan heb ik het, jongens, over deze shop. Fireworky. En als we dan hier zo naar binnen gaan, dan kom je dus in een snoepwinkel, jongens. Kijk, firewerky. Kijk deze pijlen. Hey, cameraman. Dit is wel een van de betere winkels die je op de markt kan vinden. Eén, omdat het niet zo warm is hier. Dat is heel belangrijk. En twee, omdat we er mogen filmen. Ook heel belangrijk. En drie, omdat het assortiment hier zo groot is. Moet je kijken wat voor pijlen je bijvoorbeeld hebt. Het zijn flinke jongens. 35 eurotjes. En dit is gewoon wel allemaal toegestaan in Polen. Ja, dit is allemaal toegestaan. We moeten nog even beter kijken, want wellicht hebben ze wel dingen die niet mogen. Wat een mooie producten, hè? Het is zo raar om hier binnen te staan zonder mensen. Zonder... En dat het ook zo warm is. Dat is heel bijzonder. Deze hadden we vorig jaar. Ja, klopt. Die waren wel heel goed. Kijk, oude vertrouwde, FP3'tjes. En heel veel mensen vragen altijd om de prijs. Nou, hier, FP3, 6 euro per pak. Dit zijn wel de nieuwe 1. Zoveel. Oh ja, heb gelijk. FP3 Small, heb je daar ook? Ja, een beetje die cakeys. Oh, die zijn ook mooi, man. Dat is allemaal nieuw, hè? 50 mm, die van Funke daarboven. Oh ja. Kijk, fotootje van Mies. Kijk, en die hebben we ieder jaar natuurlijk. Die Tropic Screen. En je ziet wel dat die prijs wel heel hoog is. 60 voor een pot. 55, jongens. Oh,
Daar koop je er in België. Hey, weet je wat mij opvalt? No? Die ene is lager dan die ander. Oh, huh? Je hebt gelijk. Ja, dat is denk ik die... Die rechter, die weet ik zeker dat dat het normale formaat is. Ja. Dus ik vraag me af, waarom is die ander 60? Want hij is ook duurder. Ja, slim. Wat ook opvalt, is dat ze best wel veel dumbbell hebben hier. Kijk, deze bijvoorbeeld, F2. En volgens mij... Alles is F2. Nee. F3. P-I. Hier, P-I. Nee. F3. Toen. Oh ja. P1, 2 gramma. P1, 6 gram. Zo, 6 gram. 2 gramma. Ja, P1. Is dat legaal? Ja, erlaubt. Zo. 5 gram. 4 gram. Not op de verboten. 5 gram? 5 gram, ja toch. Kijk deze jongens. Ja. 8 toen, 5 gram. Ja. Pak je van meenemen? Zo, granaten jongens. Ja, granaten. Hoe ziek is dat? Kunnen ze ook naar Rusland. Ja. Ik denk dat we hier zeker wel wat gaan halen om later te gaan stoken. Maar dat zien jullie dan waarschijnlijk in de vlog terug. Wel grappig om te zien voor ons niet raad. Misschien maar 5 euro voor F3. Maar zoals jullie net ook al zagen, het beste product is toch wel een van deze, toch? 5 grammetjes. Yes jongens, dat was dus weer de vuurwerkwinkel waar we maar al te graag mochten filmen. Die mensen zeiden ook van wat er hier op de markt te zien is. Wat we net zagen van cobra's en zinkies. Dat is gewoon totaal verboden hier. Is ook heel stom dat ze dat verkopen. Dus nogmaals, ik heb het al laten zien aan het begin van deze video. Mocht je deze kant ooit willen opgaan, kijk er dan alleen gewoon naar. Want je bent zo hard de sjaak als je gepakt wordt met die shit. Ik weet toevallig dat er ook laatst weer jongens waren die vast hebben gezeten in Polen vanwege zelfmaakbommen, wat dus onder F4 valt, zelfvervaardiging. Je wil die problemen niet, gewoon niet op je hals halen. Wij hebben het een paar jaar geleden hebben we ons wel aan gewacht. Niet even wat knallers afgaan. Het is op dit moment de volgende dag. Helaas konden we de laatste winkel niet meer bezichtigen, omdat jullie zagen dat het gigantisch, dat alles ging sluiten vanwege de hitte. Dus we gaan nu wel even de markt op. Het is 9 uur 's ochtends nu. De markt is net open gegaan. Dus we gaan eventjes richting de vuurwerkwinkel, die gisteren helaas net gesloten was toen wij er naartoe wilden gaan. Ik weet even niet meer hoe die heet, maar ze hebben wel hele grote blokken. Dus we gaan gelijk even kijken. Ik heb contact gehad met die winkelier. En die zei inderdaad, om 9 uur open ik, rond 2 uur sluit ik vanwege de hitte. Maar als je naar boven filmt, dan weet je wel, kan je een beetje een inschatting maken hoe wij de warmte ervaren hier met 34 graden. Jullie zien het al achter mij jongens. We staan op dit moment bij deze winkel op de markt. Voor de mensen die wel eens deze trip maken, het is net bij de ingang van de markt. Dus dan heb je gelijk wel deze winkel. En ze hebben hier ook weer knalvuurwerk. Kijk wat voor mooie knallen ze hier hebben. Dum bum ook weer. Fakkels. Hij moest lachen, want hij haalde een paar pillen weg. En jullie weten wel waar ik het over heb. Verkopen ze ook hier. Hebben ze die P1's? Ja. P1's, Shark, Crazy Robot, Killa Bulldog. Dat is de P1's. Hardest. Tiger. Ja, P1's. Ja jongens, deze zijn echt hard, van Triplex. Maar ik heb deze vorm Crazy Robots hebben wij nooit gezien, hè? Zo. Toch? Killa Bulldog. P1's. Mm-hmm. Is dit logisch? Dit zijn een beetje de knallers, jongens. En dan heb je hier ook de cakes. Veel van Argento ook. Weet je, dat merk van Groenke natuurlijk. Die hebben wij ook gezien in Nederland. Tegenwoordig verkopen die dus ook in Nederland. Maar hebben ze deze ook wel eens bij de Pyro Shop gehad, zulke afwerkingen. Iskra, ook van Funke. Mooie lijn. En natuurlijk onze favoriet. En zo te zien is dit nog die oude, man. Ja. Ik herken het formaat. Is die lagere de nieuwere dan? Ik denk het wel, man. En nou helemaal omdat je natuurlijk ook die andere varianten hebt. Zo, ik heb deze. Zo. Flinke dingen, gek. Al met al, genoeg nog te vinden op deze markt.
Er zijn ook nog winkels waar ze cobra's verkopen in die vitrine, zink en zelfs onderin zag je shells liggen. Maar dit is gewoon een legale winkel, daarom mogen we er ook filmen. Dit is een beetje wat ze gewoon hebben, zeg maar. Dat nog mag het hele jaar. Pijlen waren we inderdaad even heel snel doorheen gegaan, maar het zijn ook wel mooie dingen. Volgens mij hebben we deze ook wel eens in België gehad, zoekteltjes. Ja, toch? Ik denk dat hij een uurtje of twee sluit. Maar wij zijn er gelukkig nog geweest om jullie te laten zien dat hier dus nog genoeg te krijgen is, jongens. Het zit net op de markt bij de ingang. Heb je dit te staan? Dat was weer de video van de markt in Sublies, oftewel Polen. Jullie hebben het kunnen zien. Er is nog genoeg te krijgen. Ook gewoon wanneer het 35 graden is. Dus ze zijn niet bang voor dat iets in de fik gaat vanwege de hitte. Totaal niet. Er is nog genoeg te krijgen. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Mochten jullie nou tips hebben naar welke markten we nog kunnen gaan, waar we nog niet zijn geweest, laat het achter in deze reacties. Want daar zullen we vast en zeker naartoe gaan. Thanks voor het kijken. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. En dan zien jullie ons weer bij een volgende video. Later.